ben hier om een keer te luisteren wat dan de standpunten zijn op bepaalde vlakken. Het is de eerste keer dat ik dat doe. Ik verwacht eigenlijk een beeld te krijgen van bepaalde partijstandpunten, maar ook vooral over actuele thema's. Ik ben een student rechten, dus ik ben overtuigd door mijn ouders dat het heel belangrijk is om mij meer te informeren over zo'n dingen. En daarom hebben ze mij ook meegenomen. En in het begin, ik ga eerlijk zijn, ik zag dat niet echt zitten. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik heel veel heb bijgeleerd. Wat u nu pro of contra Bart Wever bent, het is des te interessant om te komen luisteren. Ik denk dat je dat soms in een tv-studio of ergens anders, in een kort interview in de krant of zo, niet volledig kunt begrijpen. En dat we hier wel een volledige achtergrond krijgen. Ik ga achteruit gaan, ik ga appeasen, gaan we ze er nog eens bij neerleggen of gaan we zeggen, er is een punt beyond which we shall not retreat. Wij zijn niet beschaamd over ons verleden. Wij kijken wel met vertrouwen naar de toekomst en wij zijn bereid om aan die toekomst te werken. Wij zijn nog altijd de partij die het meeste, de grondstroom van Vlaanderen, kan vertolken. En wij willen ons lot in eigen handen nemen. It is a time for choosing. Dank u wel. Zeer treffend, nagels op de kop geslaan, wat er leeft bij de Vlaming. Bart is Bart en hij blijft zichzelf, dus chapeau. Als je bang bent dat je niet gaat interesseren, geloof mij, het je wel interesseren. En na een 1 uur ben je al helemaal weer op de hoogte en volledig geïnformeerd. Dus ik zou zeker zeggen, kom.